President Chandrika Prasad Santokhi en zijn delegatie zijn vanochtend naar de Bahama's vertrokken voor deelname aan de 31ste AfriSimBank's Annual Meetings en de derde editie van het Afri-Caribbean Trade and Investment Forum. Deze vergaderingen met als thema Owning Our Destiny, Economic Prosperity on the Platform of Global Africa, zullen de economische banden tussen Afrika en het Caribisch gebied bespreken en versterken. Suriname, dat 2 jaar geleden op Barbados een samenwerkingsovereenkomst met AfriSimBank's mede ondertekende, streeft naar verdere samenwerking en financiering voor de ontwikkeling van olie- en gasprojecten. President Santokhi zal bilaterale gesprekken voeren. Minister Albert Ramdien is ook deel van de presidentiële delegatie die op dinsdag 18 juni terugkeert naar Suriname.